de biep naar boerderij. Het is geen graag gezellig hier, dus kom bij mij. Hoi, ik ben Bart. En ik ben Bibi. De binnenbeertjes op een rij. De gigagroenten staan te trappelen. De vierkantjes zijn zo blij. Welkom op de biebaboe, op de biebaboerderij. Welkom op de biebaboe. Vandaag ga ik mijn veren een glanspoeling geven. En mijn nagels poetsen en teennagels lakken. Bibi? Ja? Waar zal ik mee beginnen? Eens even denken. Nou, Kika, wat dacht je bijvoorbeeld van, vegen? Huh? Vegen? Mm-hmm. De keuken vegen? Ja. Wat idee zeg! Vegen! Ja, Kika. Iedereen helpt hier altijd mee. Goed hoor, dan veeg ik de keuken wel. Doei! Un, deux, trois. Voilà! Ja, als je zegt dat je de keuken veegt, moet je wel de hele keuken vegen. De hele keuken? Zelfs in de hoekjes? Ja. Juist in de hoekjes, Kika! Daar komt toch niemand? Yo, yo, yo. Een kakelverse goeiemorgen allemaal. Oh, eerst je voeten vegen. Ik heb helemaal geen vieze voeten. Oh, wat is dat dan? Een vogelveertje. Ja, maar niet voor mij. Hè? Huh? Maar wacht eens even. Wat doe je nu weer? Dacht ik het niet. Hey. Volgens mij is dit veertje van Kika. Mijn non, dat kan niet. Dat geeft toch niks, joh. Jij blijft mijn allermooiste Kika. Zelfs als je een lelijke, kale kip wordt. Zeg dat nog eens. Huh? Jij blijft mijn allerliefste kip. Dus jij zegt dat ik een lelijke, kale kip word? Zo bedoelt hij het helemaal niet. Hier. Ik ben een hele mooie kip. Jij, sorry, Kika. Gebeden. Hallo, mevrouw Biebabanaan. Wat is dat nou? Dat lijkt wel een... Een veertje van een vogel. Precies, dat wilde ik net zeggen. Een veertje van een vogel. Ja, maar moet u nu eens opletten? Een veertje. Wat leuk. Huh? Hé, hey, en nog één. Twee veertjes. Nee, drie veertjes. Eén, twee, drie veertjes. Wat knap van u, mevrouw Biebabanaan. Oh, dank u wel, meneer Piepapier. Oh, laat mij eens. Niet te hard, hoor. Het is maar een heel klein licht veertje. Ik weet wat ik doe. Let maar eens op. Eén. Twee. Meneer Piepapier. Drie. En nu? Hé, meneer Piepapier. Bah. Ja. Nee, wacht. Nou, mevrouw Biebaba. Nou, niet weg. Wacht nou. Eén, twee, drie. Hoi, Kika. Hia wil wat tegen je zeggen. Nou, doe dan. Veertjes verliezen is helemaal niet zo erg, hoor.
Ik verlies ook heel vaak veertjes, dus. Ja, omdat je altijd loopt te rennen en rondspringt als een kip zonder kop. Maar zie je mij rennen en springen? Ik ben een dame. En een dame beweegt zo min mogelijk. Wacht eens even. De keuken vegen. Daar komt het natuurlijk van. Door al dat rennen met de bezem vallen mijn veertjes uit. Ja, precies. Dat is het. Nou, ik weet niet. Van een beetje vegen. Ik moet gewoon zo min mogelijk bewegen. Dan blijven mijn veertjes vanzelf zitten. Hiha, zou jij iets voor mij willen doen? Ja, natuurlijk. Zou jij voor mij de keuken willen vegen? Ik heb namelijk tegen Bibi gezegd dat ik dat zou doen. Ja, hoor. En ook in de hoekjes, hè? Vooral in de hoekjes. Ja, ik ga al. Heel stil blijven zitten. Dan word ik tenminste geen lelijke oude kip. Zeg, wie waar wortel? Waarom hebben vogels eigenlijk veren? Nou, ik weet het. Oh, onze eigenwijze Boon weet het. Nou, zeg maar op, Boon. Vogels, die hebben veren, omdat... Ja? Ik weet niet. Vogels hebben veren, omdat... Ja, omdat het hartstikke mooi staat. Ja. Ja, dat is waar, ja. Veren zijn heel erg mooi. Ja, natuurlijk. Veren zijn mooi. Maar vogels hebben veren, omdat ze vooral heel erg handig zijn. Handig? Waarvoor dan? Handig? Als je er mooi uit wil zien. Nee, Bibaboon. Handig als je wil vliegen. Of als je lekker warm wil blijven als het koud is. Oh, nou dan wil ik ook veren hebben. Dan kan ik een vliegende snijboon worden. Oeh, ja, vliegen. Groeten kunnen geen veren krijgen, Bibaboon. Alleen vogels hebben veren. Ik wil die handige vogels wel eens zien. Kan dat, Bibawortel? Natuurlijk. Oh. Hier is een filmpje over vogels en veren. Oeh, ja. Heel handige veren. Je ziet ze zo vliegen, Boon. Vlieg op. Hé, hey, dag kindjes. Wat gaan ze nou doen? Hallo. Ze verzamelen veertjes. Oh. Wauw, wat een kanjer. Wat hebben ze er al een hoop. En daar liggen er nog veel meer. Die is mooi. Zo zeg, wat veel. Willen die kindjes soms zelf leren vliegen? Kan dat dan? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ze doen het in een glas. Ik snap het al. Ze gaan er iets van maken. Een nieuwe vogel zeker. Bibaboom. Hier ben je eigenlijk. Dat is een mooie. Wat doen ze toch? Iets met plakband en lijm. Oh, een hoofdtooi. Oh ja, wat mooi, hè? Het staat er goed? Prachtig. Heel mooi. Nou, weer wat geveerd. Mooi, met een indiaan. Mooie veertooi. Stilstaan is misschien wel erg goed voor mijn veertjes, maar het is wel erg saai. Oh. Kika. Wil jij me naar de moestuin brengen? Dat kan niet, Sherry. Ik moet zo min mogelijk bewegen, zie je? Anders vallen er nog meer veertjes uit. Volgens mij komt dat niet van de bewegen, hoor. Dat gaat gewoon vanzelf. Wat weet jij daar nou van? Oh. Je hebt geen veertjes. Nee, dat is waar. Blijf maar gewoon lekker stilzitten. Wel jammer, want ik heb echt zin in een tomaat uit de moestuin. Beetje zo'n sappige, rijpe tomaat. Het spijt me. Met die lekkere rode vangetjes. Maar ja... Ik wil geen lelijke, kale kip worden. Maar we kunnen toch voorzichtig lopen? Allee. Vooruit dan maar. Ik ben een kika.
ben altijd blij. Je vindt me op de Biba-boerderij. Ik ben een jonge dame die graag een graantje meepikt. Die als ze een verhaaltje vertelt, het soms wat aandikt. Ik voel me hier echt thuis op de Biba-boerderij. Het is altijd gezellig, dus kom er lekker bij. Ik ben een kika-kip, ik voel me vrij. Je vindt me op de boerderij. Ik ben een kika-kip, ben altijd blij. Je vindt me op de Biba-boerderij. Ik scharrel heel de dag in het rond en heb veel praatjes. Vermaak me op de boerderij met al mijn maatjes. En voordat je het weet is de dag alweer voorbij. Maar als de zon weer opkomt, ben ik er als de kippen bij. Ik ben een kika-kip, ik voel me vrij. Je vindt me op de boerderij. Ik ben een kika-kip, ben altijd blij. Je vindt me op de Biba-boerderij. De Biba-boerderij. Op de Biba-boerderij. Klaar. Hey, moet je eens kijken wat ik in de hoekjes vond. Wauw, wat een hoop veren. Ja, dat zijn er wel heel veel. Zou ik toch niet kaal worden? Dat is raar. Toch een kale plek? Nee, die veertjes zijn die van jou. Oh, gelukkig. Geef dat kussen maar. Ja. Ja, ja, wat ja. Heeft een kussen nou met veertjes te maken? Zie je wel? Nou, snap ik het. Die veertjes komen allemaal uit het kussen. Uh-huh. En jij dacht dat ik een lelijke kale kip was. Hey. Malle hey. Wat een rommel. Kika, ik dacht dat jij de keuken zou vegen. Goed, waar is de bezem? En vergeet de hoekjes niet. Olé. Een kale kip ga ik niet worden. Want ik blijf de mooiste, de sierlijkste, de knapste kip van de hele wereld. Kom, Bibi, dan gaan we zwaaien. Ja. Dit was het, de groetjes tot de volgende keer. Als morgen en de haan kraait, dan zijn we er weer. Met nieuwe avonturen ben jij er dan bij. Tot ziens op de Biba-boerderij.